Welkom bij de opnames van Borne in Beeld. Tegenover mij zit Henk Brok. Hi. Hallo. En de mensen die vandaag kijken en luisteren, die zullen wel denken van, waar ken ik Henk van? Die naam, dat gezicht. Henk, wereldberoemd in Borne, waarvan? Ik denk dat iedereen mij kent van de Zuivelhoeve in Borne. Ja, hè? Ja. Heb je tot 1 april heb je dat gedaan? 1 april hebben wij de winkel gehad, 16 jaar lang. Ja. En het werd tijd voor wat anders. Voordat we naar dat wat anders gaan, hoe ben jij überhaupt bij de Zuivelhoeve terechtgekomen? Had jij al verleden in de horeca? Of? Ja, ik heb mijn opleiding is natuurlijk horecakok geweest. Kok? Echt kok. Echt restaurantkok. Ja, en waar komt die interesse vandaan? Ja, zeg het maar, van vroeger. Ik weet het niet waar het vandaan komt. Heeft me altijd getrokken, ja? Bezig gehouden. En ja, op een gegeven moment moet je het ook gewoon doen. Maar was er niemand in de familie of dat je iemand op televisie zag die Joop Braakhekker toen de tijd? Ja, dat je denkt natuurlijk van, Kas Spijkers die dat soort dingen deed. Maar nee, ik vaar toch echt wel mijn eigen ideeën. En dat zat eigenlijk altijd al in. Ik wou in de keuken kijken als ik in een restaurant was. En, ja joh. Ja, ik wou bij dat gastvanhuis staan. En, ja, en toen kreeg ik de keuze moet je maken op een jonge leeftijd. En dat hebben we toen gedaan. Ik zat hier in het op de LTS in Tibberland, zoals de ouderen van ons nog wel weten. De oude ROC van Borne nu. Ja, dat was toen het LTS en er zat huishoudschool en, En een constructieve koksopleiding zat er allemaal bij. Oh, kijk, ja. En daar ben ik, ben ik in studie gegaan. Ja. En dat eigenlijk doorgetrokken. En ik heb nog een tijdje in Apeldoorn gewoond. Daar het voortgezet horeca-traject gepakt. Maar toen dus ergens in jouw DNA zat er van, ik word kok. Dan ga je naar die opleiding. En had je toen ook, toen je daar werkte, dus op de opleiding zat van, dit is het ook? Ja, 100%. Ja, het voldoet echt naar al je verwachting. Ja. Het is gewoon een familie waarmee je werkt in de keuken. Ja. En zo voelt dat ook. En zo doe je het ook samen. En dus je hebt bewust, wat je zei, het voelde als familie. Je was helemaal op je plek in die opleiding. Afgemaakt. En in totaal 11 jaar in gewerkt. Als kok zijnde in Verschillende bedrijven hier in de regio, maar ook in Apeldoorn in de regio waar ik op dat moment woonde. Ja. En ja, op een gegeven moment ga je een beetje denken, wat willen we nou? En wat wil je verder met je carrière? Wat wil je met je gezin? Wil je altijd maar weg zijn? Maar kok zijn was op dat niet meer genoeg? Nee, het was tijd voor weer wat anders. Ja. En was dat, je zegt tijd voor je gezin. Het kok zijn op zich, het creëren, het maken. Het creatieve. Ja, dat was het niet. Vooral de tijden. Voor mij. Vooral de tijden. Je werkt 5 avonden in de week. Je wil nog een avondje sporten. Je hebt nog vrienden. Je hebt nog een relatie. Ja, ja. Op een gegeven moment begon dat allemaal een beetje tegen te zitten. En het was dus de werktijden. Ja, die werktijden. Zoals je heel veel hoort in de horeca. Werktijden zijn wel vaak debet aan andere keuzes. Dat was veel de reden om te zeggen van, ik heb een goede tijd als kok gehad. Prachtig. Ik zou het niet willen missen. Ja. Dat is mijn basis voor alles geweest. Veel ervaring opgedaan? Ja. En van daaruit kon ik naar de groothandel komen. Ik heb bij de Macro gewerkt, bij de Sligro gewerkt. Wat deed je daar dan? Versafdelingen vooral. Vleesafdeling. Het hele winkelbeleid deden we daar eigenlijk. Dus van hoe presteer je dingen. Eigenlijk was dat weer een basis voor Zuivelhoeve. Ja. Dus horeca was eigenlijk samen met het groothandel, was eigenlijk wel een beetje de basis van mijn Zuivelhoeve carrière. Oké, allemaal voorstapjes naar. Ja, eigenlijk achteraf gezien wel. Ja. En dat heb ik ook een goede 7,5 jaar gedaan. En het is altijd moeilijk om uit de horeca te stappen en om in het tussen haakjes bedrijfsleven te komen. Ja. En daar kreeg ik de kans in en dat hebben we aangepakt. En dat is mij goed bevallen en op een gegeven moment gaat er weer wat kriebelen. En dan kom je toch bij wat willen we nu? En ik heb altijd wel een eigen zaak gewild. Maar dan sla je in het stukje Zuivelhoeve over. Je bent vanaf de groothandel ben je naar de Zuivelhoeve gegaan. Ja. Dan heb je eigenlijk in Borne echt wel op de kaart gezet. Ja. Ja, je hebt prijzen gewonnen. 2018 zijn we de beste van Nederland geworden. Nou, dat doe je niet zomaar. Nee. Ik ben vrij ambitieus. Ach nee. Wat is jouw lijfmotto ook alweer? Je bent de enige die je eigen ambitie in de weg staat. Nee, ik bedoel die andere. Wat hebben we nog meer? Ik heb het opgeschreven, als ik het voor mag lezen. Ik weet niet welke. Ik heb
tevreden zijn. Oh ja, je moet altijd tevreden zijn, maar het kan altijd beter. Ja. Die hebben we ook. Ja. En dus ja, je gaat altijd denken van, goh, en wat willen we nog meer? En het leven is eigenlijk veel te leuk. En dan moet je ook wel alles uithalen. Dus je hebt bij de Zevenhoeven, je hebt alles uitgehaald, je hebt de prijzen gewoon, je hebt de winkel gewoon. Mocht je helemaal naar je hand zetten qua presentatie en alles. Ja, en dan binnen de lijnen natuurlijk van de Zevenhoeven. Ja, want het is een franchise, hè? Ja, het is een franchise-organisatie, dus je hebt nog wel een paar dingen waar je aan moet houden. Dat is logisch, maar we hebben een hele mooie delicatessenwinkel neer kunnen zetten. En dan neem je in één keer afscheid. En, nou ja, voor mij was het niet in één keer, voor de buitenwereld was het wel in één keer. Omdat we natuurlijk moesten wachten dat we het wereldkundig mochten maken. Ja, snap maar wij ik, waren er eigenlijk al wel een jaar mee bezig. Ja. Zeg maar achter de schermen. Dus van kok, groothandel, Zevenhoeven. En nou stap naar de volgende carrière. Ja. Ja, ik heb nog wel meer hobby's en interesses. En interesses. Ja. En ja, goed. Ik had ook zoiets, ik ben nog jong, ik ben 49. Ach nee. Voor de een is dat jong, voor de ander is dat oud. Ja. En ik heb Champions League gedraaid, 16 jaar lang met de winkel. Ik heb alles gehaald wat ik wilde halen. Ik heb prijzen gehaald. We hebben verhuisd naar het mooiste pand van Borne, waar vroeger Thijhuis zat. Ja, ja. Ik heb daar een delicatessen neer kunnen zetten. Winkel waar je van je zegt van ja, dat is het gewoon, waar je altijd van droomde. Ja. Wijn heb ik uit kunnen breiden, broodjes, bonbons, alles hebben we kunnen doen. En alles wat lekker is, ligt daar gewoon. Precies. En dat was ook de hele intentie ervan, want ja, ik ben gewoon gek op lekkere dingen. Ja. En op mooie dingen. Dus de Zevenhoever, heb je dus eigenlijk, wat je zegt, Champions League, je hebt het beste eruit gehaald. En toen was het tijd voor wat anders. Ja, ja, ja op vakantie heb ik het. Gaan we in een ander gesprek gaan we daarover verder. Helemaal goed. Ik vond het leuk om een beetje de achtergrond van jou te leren kennen, Henk. Ja. Dus dank je wel. Helemaal goed. Jullie bedankt voor het kijken. En gehoord gewoon. Borne in beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl.